Een diamantslijper is een ambachtsman of ambachtsvrouw die zich gespecialiseerd heeft in het slijpen van ruwe diamanten tot de diamanten zoals wij die allemaal kennen. Een andere benaming voor diamantslijper is ook wel diamantbewerker of diamantchirurg. Het beroep diamantslijper is meestal voorbehouden aan vaklieden die eerst de opleiding goud- en zilversmeden afgerond hebben. Na deze opleiding is het nog mogelijk om je verder te specialiseren tot diamantslijper. Deze studie is over het algemeen alleen intern te volgen bij diamanthuizen, omdat er geen opleidingen worden aangeboden via gebruikelijke scholen. Diamant is het hardste materiaal op aarde en komt op de hardheidsschaal van Moos op nummer 10. Het bewerken van een ruwe diamant is dan ook echt specialistenwerk. Ook omdat diamanten kostbaar zijn. Daarnaast bestaan er verschillende soorten slijpvormen die bekend moeten zijn bij de diamantslijper. Het beroep diamantslijper is dan ook aan te merken als echt ambachtsberoep dat eigenlijk alleen in de praktijk op een goede manier aangeleerd kan worden. Als diamantslijper heb je een verantwoordelijke baan, omdat het de diamantslijpers zijn die de uiteindelijke kwaliteit van de diamanten zullen bepalen. Dit houdt in dat je als diamantslijper de beste slijpvorm zal toepassen op ruwe diamanten. Met andere woorden ben je als diamantslijper direct verantwoordelijk voor de uiteindelijke opbrengst van diamanten. Een van de belangrijkste vaardigheden als diamantslijper is dan ook het kunnen beoordelen van ruwe diamanten. Het beoordelen is belangrijk om optimaal resultaat te kunnen behalen. Tegenwoordig kan een diamantslijper slijpen door middel van diamantmateriaal of door middel van een synthetisch slijpmiddel. Het beroep diamantslijper komt tegenwoordig minder vaak voor, omdat het slijpen van diamanten steeds vaker overgelaten wordt aan arbeiders in lage landen. Dit neemt niet weg dat ook binnen Europa nog steeds veel diamantslijpers werkzaam zijn.